Voor veel teams is het seizoen al ten einde, maar voor FC Utrecht onder de 15 staat er nog een mooie wedstrijd op het programma. Ja, ik denk een heel goed seizoen. We zijn in de competitie 2 keer vierde geworden. Dus als je het terug zou vertalen naar Utrecht begrippen, dan is dat prima. Dan eindig je eigenlijk achter de top. Dus dat is op zich prima. Alleen wat natuurlijk hartstikke mooi is dat we nu ook nog een soort toetje hebben. En dat is die bekerfinale. En dat is natuurlijk hartstikke gaaf, want hier doe je het voor. Want dit zijn wedstrijden die het toe doen. Super ervaring, spanning erop. 1 wedstrijd, je moet hem winnen. En ik vind het gewoon belangrijk dat spelers dat ook gaan meemaken. Dat ze dat mee kunnen nemen in hun rugzakje voor later. Ik denk seizoen met dat we goede wedstrijden gespeeld hebben. En mindere wedstrijden, ik denk in de beker hebben we wel gewoon goede wedstrijden gespeeld. Halve finale, 2-0 gewonnen van Sparta. Dus dat is wel goed verlopen, vind ik. En in jullie bekercampagne hebben jullie met best wel grote cijfers gewonnen. Geeft dat vertrouwen richting zo'n finale? Ja, zeker. Zeker. Natuurlijk, we hadden misschien ook iets gunstige loting. Waardoor je iets makkelijker tegenstanders kan spelen. Maar los daarvan hebben we het gewoon goed gedaan. Want die moet je ook gewoon winnen. En dat hebben we ook gewoon goed gedaan met overtuigende cijfers inderdaad. Zaterdag spelen jullie tegen AZ. Wat verwacht je van hen? Ik denk een goed voetballende ploeg. We hebben vaak tegen AZ gespeeld, dus we weten wat ze kunnen en wat niet. Dus daar kunnen we goed op oefenen. Dus hebben we net ook gedaan met trainingen. Ja, we hebben al een aantal keer tegen AZ gespeeld. Toch lastig te bespelen ploeg. Goed voetballende ploeg. Dus dat wordt voor ons de uitdaging. Om daarin zeg maar de oplossing te bedenken met elkaar. Dus dat is de uitdaging richting zaterdag. En hoe is dat in de groep? Is er spanning? Ja, ik heb nog niet echt veel spanning gemerkt. Ik denk dat iedereen gewoon zin heeft om bekerfinale te spelen. Dus voor iedereen van ons volgens mij de eerste keer. Dus iedereen is wel enthousiast. En jullie laatste wedstrijd is alweer een tijdje geleden. Hoe houd je jouw ploeg nou scherp? Voor de competitie is het een tijdje geleden. Maar we hebben natuurlijk afgelopen weekend een toernooi gespeeld. Dus daarin hebben ze heel veel wedstrijden gespeeld. En vorig weekend hadden we ook een toernooi. Dus qua scherpte zit het wel goed. De jongens hebben veel wedstrijden gespeeld de afgelopen weken. Het ziet er goed uit. Niet alleen FC Utrecht onder de 15 speelt een belangrijke wedstrijd. Want ook FC Utrecht onder de 17 maakt zich op voor een finale. En ook zij treffen de leeftijdsgenoten van AZ. Nou, een seizoen met hoogtepunten en mindere puntjes. Bijvoorbeeld wedstrijden tegen Ajax, PSV, Feyenoord die je dan wint. En AZ moet nog gebeuren. Maar dat zijn toch wel mooie momenten. En je ziet toch wel dat we moeten werken aan als we tegen mindere teams spelen. Die wedstrijden, die we over het algemeen wel gewonnen hebben. Maar de manier waarop gaat het nog wat te moeilijk. Ja, in de competitie iets lastig seizoen. Iets laag eigenlijk dan normaal, maar beker hebben we echt mooi gedaan. Ik hoop dat we ook mooi kunnen eindigen aankomende zaterdag. Jullie speelden al eerder tegen AZ. Wat verwachten jullie van hen? Ja, heel goed voetballend team. Een heleboel hebben ook meegedaan aan de Conference League, hè, voor de jeugd. Het is gewoon een heel goed ingespeeld team. Weten wat ze willen. Ik denk dat het een hele moeilijke wedstrijd wordt. Maar ik verwacht wel dat we ontzettende weerstand gaan geven. Ja, ik verwacht een lastige wedstrijd. Tegen AZ heeft het altijd lastig. Maar we hopen dat we hebben een goed plan. Een goede trainingsweek gehad. Dus we hebben er wel vertrouwen in als team. Hoe is het in de groep? Leeft het al een beetje? Heb je er zin in? Ja, zeker. We kijken al een tijdje uit. Volgens mij wordt het prachtig weer. Veel mensen komen kijken en we hebben er echt zin in. Ja. En maakt het voor jou dan nog uit of jij uit of thuis speelt? Ja, liever thuis natuurlijk. Heb je toch wel iets voordeel, denk ik. Maar uit moet ook geen probleem zijn. Ja, laten we hopen dat er zoveel als mogelijk mensen komen. Uit is altijd anders dan thuis spelen. Daar hopen we op. Gewoon veel supporters en dan hebben wij ook de goede kant aan ons zijde, geloof ik.